Revi, na 7 toernooien, of 7 keer niks, vandaag wel raak. Het is een opluchting dat je naar de modus mag. Ja, zeker. Zeker een hele opluchting. Want jij dat natuurlijk nog niet zo lang, hè? Nee, net 1,5 jaar. Hoe ben je bij dat terechtgekomen? Ja, ik keek het op tv. En toen dacht ik, ga het een keer proberen. En sindsdien ben ik een beetje verslaafd aangeraakt. Rustige stapjes aan het nemen volgens mij. Ja. Nog niet heel bekend in het nationale circuit. Was dit jouw eerste echt wat grotere toernooi? De ADC Qualifiers en dan uiteindelijk de Benelux Masters? Ja, ik heb wel al een keertje meegedaan met het NK vorig jaar. Maar ja, dat was eigenlijk het enige. De laatste tijd ging het weer wat beter. Dus dacht ik van, ja weet je, dit is een kans. Dus ik ga hem gewoon kijken of ik kan halen. Ja, je hebt het ook gehaald, want je mag een keer naar de modus toe aankomen het jaar. Proef wat ook meteen naar meer. Dus de base af, misschien wat andere kanten op. WDF, Q-School is misschien wat vroeg. Ja, Q-School sowieso nog niet. Daar neem ik gewoon lekker mijn tijd voor. WDF staat eigenlijk ook nog niet echt op het programma. Het is meer NDB, volgend jaar de Development Tour af. En natuurlijk de modus nu. Dus jong en hongerig. Ja, zeker. Kijk je ernaar uit, naar de modus? Ja. Laten staan. Ik weet niet of je het elke week al volgt, dan weet je wel een beetje waar je heen gaat. Ja, zeker. Ik volg het iedere week. En ja, het was zeker baar dat ik het gisteren niet had gehaald. Vandaag kom ik zonder verwachtingen eigenlijk. Dat ik ook aan iedereen kenbaar gemaakt. En ja, het heeft geholpen kennelijk. Ja, het werkte. Ja. Ga je ook terug zien komen, want je hebt de modus. Dankjewel. Ja, dankjewel.